Ja, we stonden gewoon te shaken op onze benen en het was gewoon heel eng. Creepy tussen de bosjes, omhoog moet klimmen. Oké, het is dus vandaag volle maan hier. Feest al. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Wij zijn gisteren aangekomen in Nuwara Eliya. Ja, moeilijke naam. Ja, daar zijn we met een hele mooie treinrit gekomen. Ja, wel een hele drukke treinrit. Ja, ook. Het was mega druk. In de eerste trein pasten we niet in. Dus moesten we ook nog een paar uur wachten op de volgende trein. En dus toen was het nog steeds te druk. Dus hebben we 3 uur moeten staan. Maar het laatste uur zeiden wat lokale mensen tegen ons van komen jullie maar zitten. Ja, dus dat was super lief en ook wel heel chill. Nou, en we hebben dus nu pas onze intro, want we moesten eventjes nog bijkomen van onze tuk-tuk crash. We waren nog even niet ready om een nieuwe video te nemen, maar we zijn er weer. Ja, we waren wel echt, zeg maar, we zijn op zich oké, maar we waren er wel echt heel erg geschrokken. Ja, want we vielen dus naar achter op de berg en hij probeerde de tuk-tuk nog tegen te houden. En toen knalden we tegen een muur aan, heel hard, dus vlogen we eerst naar voren. En toen klapte de tuk-tuk nog om, dus toen vielen we ook nog op de grond. Er kwamen wel echt super snel 5 man of zo om die tuk-tuk staan. Dus toen we uiteindelijk omhoog kwamen uit de tuk-tuk, stond iedereen daar gewoon al klaar om ons te helpen. Dus het was wel snel opgelost. Alleen het was maar wel ja, we stonden gewoon te shaken op onze benen. Het was gewoon heel eng. En we merkten gewoon gisteren meteen weer, toen we hier dan in de bergen reden met de tuk-tuk, dat we gewoon echt wel bang zijn om gewoon weer naar achter te vallen. Want ja, we zijn er gewoon heel goed van afgekomen. Of ja, ik dan met mijn dikke hand. Jij, met ja, denk hoofdpijn. Ik met je hoofdpijn. Want die is er wel nu nog steeds na 3 dagen. Ja, dus ik hoop dat het een beetje wegtrekt. Dus ik ga vandaag ook een beetje rustiger aandoen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Ja, dus we gaan jullie vandaag in ieder geval weer meenemen op onze tour. Ja, het is hier prachtig. Dus daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. Net bij de eerste tea factory geweest, waar we allerlei dingen hebben geleerd over hoe de thee geproduceerd wordt hier. Ja, nu staan we bij een prachtig uitzichtspunt, helemaal tussen de bergen, dus het is hier echt super mooi. Tweede Tea Factory.
En we zijn ready. Jules draait even een rondje. Ja. Wij gaan thee plukken. Yay. Heel leuk. Onderweg naar het dorp. Ja. We hebben besloten dat we langer op deze plek blijven. Ja, mijn hoofdpijn is na de val vandaag gelukkig wel wat beter, maar de dagen ervoor niet echt beter geworden. Dus we hadden even wel extra dagen rust nodig en we reizen ook echt snel. Ja, dus we dachten dat het beter was om nu gewoon eventjes op één plek te blijven. En sowieso vinden wij dit dorp echt superleuk. Ja, gewoon in de bergen, helemaal groen, een kleine plek. Dus het is denk ik gewoon een goede keuze voor ons om hier nog een paar dagen langer te blijven. Dus we nemen jullie nu mee naar het dorp. Yes! Oké, dit is dus de shortcut vanuit ons hostel naar waar eigenlijk heen? Naar het dorp, ja. En dit is zo'n eng paadje in de nacht. Of ja, niet in de nacht, maar gewoon als het al donker is. Omdat je hier nog zo creepy tussen de bosjes omhoog moet klimmen. Heel schattig. Ja. We waren net in een winkeltje met kleding en al die meisjes van 18 kwamen allemaal aan onze haren zitten. En ja, al een stip op ons hoofd gekregen. Ja. Oeh, pretty. Niemand weet wat dit betekent, nee. Maar nee, wel heel schattig en leuk. Ja. Oké, het is een beetje chaos op straat, want de president die komt naar dit dorp. Dus er zijn dadelijk protesten aan de hand, omdat het is bijna verkiezingentijd. Dus leuk, we zitten ook altijd in verkiezingen. Dat hebben we al veel eerder meegemaakt. Hey, we hebben een goede lokale eetplek gevonden. Ja, dat vinden we altijd leuk. Lekker tussen de locals. Oh, hi. Dit moeten we even vastleggen. Hallo. Ik heb het koud. Ja, zo fijn, al deze dekens. Ja. 1, 2. Yay. Oké, het is dus vandaag volle maan hier. Ja. Feestdag. En we zijn hier klaar voor. Met onze stip. Ja, we hebben vandaag een witte rok gekocht. Yes. Want we gaan zo naar een tempel. Want full moon is een holiday. Ja, en we hebben bloemetjes gekregen. Zo ja, cute. Ook helemaal leuk. Dus we gaan dus even weer lekker meedoen. Het ook nooit. We zijn nog steeds hier. Ja. We zouden één nacht blijven en nu waren Elia en nu zijn we hier nog steeds. Ja, dus we blijven uiteindelijk 5 nachten als het goed is. Ja.
Maybe you can introduce yourself. What's your name? So my name is Chandi. Chandi, now he is already a few days hanging out with us and now we are going to a lake. Yeah. What's the name? Gregory Lake. Gregory Lake. Dus even gestopt bij een hindoeïstische tempel. Ja, wel ook echt heel anders weer. Ja, er zaten allemaal apen binnen, dus ik vond het niet heel... Het was niet heel erg mijn ding. Ik ben meer fan van de boeddhistische tempels, maar we hebben hem in ieder geval nu ook gezien. Nu gaan we even lekker eten. Yes. Oei. Dus ja. Wij zijn dus nooit meer weggekomen uit Nuara Elia. Nee. Dus goedemorgen alweer. Ja, goedemorgen. We hebben de afgelopen dagen heel de omgeving nog verder verkend. Dus allerlei leuke dingen gedaan. We zijn naar Lovensleep geweest. Een waterval waar je een stukje naartoe moet wandelen. Dus we hebben nog gezwommen in een andere waterval. Ja. Met een heftige klim die erbij zat. Ja, ik vond het heftig hoor. Heel veel traptreden omhoog. Ja. Maar dus... dat is goed voor ons. Dan worden we misschien nog een keer fit. Ja, dat zal misschien helpen. Ja, we hebben nog yoga gedaan in huis. We hebben een kleine dinnerparty gedaan. We zijn naar de bios geweest. Ja, het was ook echt heel... Ja, daar is het film uit India. Dus ja, een Tamil movie. Ja. Met allemaal een hele heftige... actie-drama-movie met allemaal zang en dans, dus mega leuk. Echt, dat duurde ook 3 uur, dus dat was wel echt even anders. Heel leuk. En we zijn gisteren ook nog naar een meer geweest. Ja. Dus we hebben denk ik heel de omgeving gezien. Ja, wel. Wij zijn in ieder geval echt fan van deze plek. Absoluut. Dus zeker een aanrader voor als je ooit in Sri Lanka komt en houdt van de bergen. Het is hier wel een stuk kouder, dat wel. Maar op zich ook wel even fijn als je altijd uit 40 graden komt. Lekker afwisseling. Dus voor nu gaan we deze vlog maar afsluiten, want anders wordt hij oneindig lang en dan willen we jullie niet aandoen. Nee. Dus vond je de video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal, zodat je ziet waar we uithangen. Want dat is voor ons ook altijd een vraag. En we zien je snel weer in de volgende video. Hopelijk op een nieuwe plek. Yes! Doei!